Een hele goede morgen vanuit Alter. Vandaag kregen we een opdracht vanuit wel een hele speciale hoek. Hey Bas, I'm not in the ping pong tour, but you need to help us. As a sports director, help us to win our third stage in a row. And if you don't need to make it, we help our mechanics to clean the bikes and make them ready for the fourth stage. So keep going and good luck. Was je goed? De mannen zijn er vandaag. Ik hoop dat ze lekker hebben geslapen vandaag. Ik heb hier alle voorbereidingen voor gedaan. Dit is mijn dag, derde etappe. Binkbank Tour, Alter naar Alter. Staat al echt sinds begin dit jaar met rood omcirkeld in mijn kalender. En dit zijn de jongens waarmee ik het moet doen. Kijk, we hebben het natuurlijk al geprobeerd in de Tour de France, hè, met Frederik. Shit, man. Maar nu, hè, nu gaan we echt voor die overwinning strijden. Vandaag één plek die telt, eerste plek in de etappe. Een ploegleider is degene die in de auto zit en eigenlijk de tactiek van de hele ploeg samenstelt. Die heeft contact ook met de renners, wat ze moeten doen. En laat dat nou vandaag eens net mijn taak zijn. Om ploegleider te zijn van Bora, Hans Grohe. Okay guys, today we only have two objectives. Win the stage and take the jersey back home. So, on four. 1, 2, 3, 4, Bora! Bas, nice meeting you. So I hand you over the jacket for the sport director for today. Today is your day, so wish you good luck for today. Huh? Make the best out of it, yeah? It's responsible for you, huh? Lead out of Drucker, Burgard controlling the breakaway. You are well prepared. So yeah. You do it. But it's only a small salary, huh? Sport director, it's not like athletes. No, yeah? No. It's so passionate. You do this job with passion. Yeah, so I get goosebumps already. Yeah. Small sizes at Bora. Sam? Good luck. We have two in a row. This is really opportunity for three. I'm gonna shout in the ears. I'll take it out then. Yeah. And you know, this is the moment for three in a row. Never someone did it before. Three in a row in the Binkbank Tour. No pressure. I would say the guys that they have to work. Yeah. Yeah. Okay. Daniel and Marcus. You have to really scream in the ear. Yeah. Everything all right, Lucas? No stress. Lucas' dagen die moeten nog komen. Straks in de heuvelzone gaat hij er staan. Belangrijk dat hij vandaag geen tijd verliest. Dat vertrouwen, dan moet je hem ook gewoon geven. Kill the breakaway. Good lead out. Breakaway hunter. Yeah, Marcus is for the breakaway killing today, yeah? Daniel, don't forget the last bottle, eh? The last bottle. Last bottle for Sam. Ziet er een eruit? Ja, yeah, we go. Ciao. We go as well. Stage 3 then, the Alter Loop. And let's have a look at it. Off and racing. Oké, jongens, we zijn vertrokken. Oké, we hebben een kopgroep. Ik zie dat Laurens erbij zit. Nou, die kunnen we even laten zwemmen. Oké, Marcus. Oh, we have a breakaway. We can control them. Just let them ride for a while. Oh, hello. Shit. Oh. Also? Oké. Ja. Boogie, alles oké? Okay? Bring den Oster nog een ziel. Os naar de finish brengen. Dat was mijn tactisch inzicht, dat was mijn idee. Os naar de finish brengen, hè? Sam, little question. How are your legs? Good? Okay, thank you. Good luck. Yeah, but I think Sam can beat Dylan. Jumbo-Visma die rijdt op kop, die denken dat ze kunnen winnen, maar dat is heus niet zo. Keep following Jumbo-Visma and then afterwards when they are tired we just move up and then we pass them. Lassen Sie mal bitte Carina eine Nachricht schreiben. Und zwar? Da ist eine Tüte Carbonara. Die habe ich mir extra reserviert gestern Abend. Carbonara? The whole peloton is spread out on one line. Come on, keep the pace high. 1900 meters, the Flamme Rouge is on the back of a big curve towards the left. Yeah, he's really good position here. Perfect, Sam, come on. Last 2K, you can do this. That Sam Bennett had just all the power he needed when he poured it on. Fourth wheel? And it's his wheel that Sam Bennett has decided to follow today. Okay, come on. Tennyson and Groenewegen, but on the wheel of Groenewegen is the green jersey.
of Sam Bennett. So there comes space. Come on. Let's see what he can do. Whoa, and a big, big switch back there. He's good, eh? He passed. Some of the favourites got through. Now, can they make it stick? Trek in a happy pace. It's going to be Tonza, I think, for them. Yeah, come on, come on. Groenewegen, no train left. He goes for it as well in the yellow and black. Anybody else to join the fun? Sam Bennett, of course, in the green, comes to the centre of the road. And it's going to be a drag race. Yes, oh, yes, yes. It's going to be him again, is it? Oh, at the line photo. No. Groenewegen, is it? Very tight. I think Sam just got it. Let's have a look. How separate that? Yes, yes, yes. Yes, Sam. Yes. Incredible. Super, boys. Holy f***, third victory in a row. Holy f***, third victory in a row. Oh, I really didn't think I'd get that. Thanks, boys. Thanks, everybody. Very good race, very good. Yeah, also thank you, Sam. Did you know you are the first rider to win three sprints in a row in this race? I heard this morning that if I did, that I would be. Watch me, yeah? I don't think Yes, gewonnen! Nice victory, yeah? Thanks, eh? Yeah. Good job, guys. Perfect tactics, eh? We needed you today. Yeah. But maybe we can make next time an easier plan because... It was a hard day, yeah? But I said, let Jumbo-Visma ride and then at the end... Daniel, good job, eh? It was hard, but... Okay, now gaan we naar het podium, hè? Waar moeten we dan heen? Met applaus bebloed op dit podium. Applaus bestemd voor Sam Bennett! Zijn krijgen door de heer Pieter de Krem. Hij mag de winnaar... Oh, mijn eerste overwinning in de World Tour. In de Bing Bang Tour. Lukt het in de Tour? Lukt het niet? Ben je er zo dichtbij? En dan kom je hier. En dan pak je gewoon direct de overwinning. Ik wil natuurlijk niet veel zeggen, maar dit is natuurlijk wel een hele belangrijke hand van de ploegleider. Dames en heren, slijt dus daar. Hij is de man uit West-Vlaanderen. Hij is de man die nu applaus. Goed tactics, hè? Hey, even de handtekeningen. Eentje voor oma, eentje voor de buurvrouw, eentje voor de tante, kinderjuffrouw, de bakker. Kom, we gaan feest vieren bij de bus. Ploegleider, hè? Hey Tristan. Ja, dat zijn collega ploegleiders, hè? Het leven van een ploegleider, hè? Hey man, thanks very much for that. Your tactic was like perfect and all the information going into each sector was spot on. So. And you made history, yeah? Three victories in a row. I couldn't do it without you, so. No. Thanks very much. And if you like the video, yeah. Then? Yeah. Subscribe and give it a like. Ik hoef geen fietsen schoon te maken, Patrick. Ik heb hem gewoon gehaald. En ja, mocht je me nog een keertje nodig hebben tijdens de Tour of een Vuelta of een ander rondje. Laat het gewoon even weten. Bel Tour de Tieten maar op. Wij doen het. Morgen een nieuwe aflevering vanuit de Bing Bang Tour in Hoevelize.